ook naakt gezwommen worden? Oh, nee, dat bij ons niet, nee. Dat kan niet. En seksen in het zwembad? Wat zegt u? Seksen in het zwembad? Nou, wat denk je zelf? Wat bedoelt u? Dat dacht ik niet, natuurlijk. Ja, maar ik wil naakt zwemmen. Oh, nee, dat kan niet. Dat kan niet. En nee. Waarom kan dat niet? Dat we dat niet hebben. Dat is een beetje stootaangevend, hè? Oké, en wat als er toch gebeurt? Dan wordt het uitgestuurd. En mogen wij het dan nog even afmaken, of? Nee. U blijft er gewoon aan vastzitten. Goedemiddag. Mogen wij ook seks hebben in het zwembad? Seks? Nee, seks. Nou, alleen met afkleding. Mogen wij seks in het zwembad hebben? Je mag straks hier komen zwemmen, natuurlijk. Het is tot 4 uur open. Of wij mogen seksen in het zwembad? Nou, ik denk dat we het gesprek hiermee beëindigen. Waarom? Tot ziens, dag. Mogen wij seks hebben in het zwembad? Dat is mijn vraag. Nou nee, ik ook niet. Oké, waarom niet? Zou een mooi zootje worden, hè? Moet ik hier serieus op ingaan? Wij kunnen niet naakt zwemmen bij u. Nee. En seksen in het zwembad? Nou, daar ga ik niet op in. Nee, dat kan helaas niet allemaal. Zwemmen allemaal kinderen. Oké, daarom kan het niet. Nee. Wat zegt u? Seksen in het zwembad? Nee, ook niet. Ook niet, waarom niet? Waarom niet? Seksen in het zwembad? Nee, ook niet. Ik ga van naartoe. We beginnen weer in september. Oké, en mogen wij dan ook seksen? Wat zeg u nou? Mogen wij dan ook seksen in het zwembad? Of je in het zwembad mag? Jij mag seksen. Nou, wat denk je zelf? Waarom zou het niet mogen? Nou, ik denk dat dit gesprek voor de rest geen zin heeft. Hoe bedoelt u? Ik zou zeggen, goedemiddag. Sorry? En wat als er toch gebeurt? Dat gebeurt niet, er wordt weer uitgezet. En mogen wij het dan nog even afmaken? Nee. En waarom niet? Omdat we zijn hier een zwembad, dus Seksen in het zwembad? Mag ik vragen wie dit is? U mag ook meedoen. Nou, nee hoor.